Het wordt een spannende 2 weken. De eerste week van mijn verlof is het redelijk druk. De tweede week wordt er gewerkt aan mijn nieuw aquarium. En vandaag hebben we de eerste stap. En ik laat jullie deze zo meteen tonen. Hey YouTube, welkom op mijn kanaal. Hier naast mij staat Louise, dat is mijn oudste dochter, die is nu 3 jaar geweest. Maar vandaag een speciale dag. Vandaag komt mijn nieuw aquarium af. Hij komt speciaal uit Nederland. Ik wil daarvoor nogmaals Johan bedanken. Ik heb die aquarium gekregen van hem. Dus het is een Rio 300, als ik me niet vergis. Ik ga die wel een beetje ombouwen. Die wordt gebracht door Kok en Danny. En ook Pieter komt langs. Dus het wordt wel leuk. Ik heb de barbecue klaarstaan. Ik moet ze toch op een manier kunnen bedanken. En ik zal de barbecue aansteken en kunnen ze enkele hamburgers eten. Goed, enkele beelden. Zo, de Nederlanders zijn weg. Pieter was hier ook even geweest. We hebben lekker een hamburger gegeten en van op de barbecue. De bak is ondertussen aangekomen. En ik laat jullie deze zo meteen zien. Zo, dat is de nieuwe bak. Er zit al een heel klein beetje zand in. Johan had er een klein beetje zand achtergelaten, dus super. Ik had er sowieso een beetje tekort. Ik heb wel nog een emmertje staan met zand. Nu, er is wel wat werk aan. Het werk dat eraan is, valt nog goed mee. Dus wat gaat er gebeuren? Sowieso ga ik die strip eruit halen en ga ik een glazen strip erin kleven. Dat is nodig, want ik zie dat die al hersteld geweest is. Die strip, dus ik zal die zeker vervangen voor de zekerheid. Ik heb ook de waterhoogte gemeten, die is ongeveer 54 centimeter. Wat er ook zou moeten gebeuren, ik ging eerst deze strip afhalen, maar dat zal ik ook niet doen, omdat die toch stevig aan vastgekleed is. Dus ik ga mijn kap er rond maken. Ik heb al even gemeten, dus ik zal de kap volledig moeten hermaken. Het is net een centimeter te breed, dus we zullen zien wat ik het ga doen. Het zou kunnen zijn dat ik die er gewoon aan kleef, maar daar ben ik nog niet 100% zeker van. Dus dat gaan we nog bekijken dan op dit moment. En ze hebben er... Kok heeft er zijn sticker aangehangen. Ja, mijn sticker, die ik aan hem had gegeven, heeft hij er gewoon aangehangen. Dus super. Dus dit wordt de bak. Dus zoals ik zei, wordt de waterhoogte een 54 centimeter ongeveer. Dus is 6 centimeter hoger, heb ik gemeten, dan mijn huidige bak. En hij is natuurlijk ook 50 centimeter diep, dus 10 centimeter dieper. Dus dat wordt al een grotere bak. Dus het is een nieuw projectje. Ik had het al gezegd in de laatste vlog dat het niet deze week zou gebeuren, maar de week erop. Die ik er al zou werken. Pieter had mij ook komen helpen. Mij een dag komen helpen, had hij gezegd. Zie wel. Nu, ik ga hem nu ook vullen om te kijken of er effectief geen lek in zit. Maar hij heeft toch wel een transport van een... denk ik een 512 kilometer achter de rug, dus we moeten dat wel even bekijken. Zoals jullie hebben kunnen zien, heb ik het aquarium gevuld met water, met zo'n 306,7 liter ongeveer. Ik ga die nog een nachtje laten staan uit zekerheid. Ik heb nog niks gemerkt die een probleem zou kunnen maken. Ik heb nog geen lek ontdekt. Het water is niet aan het zakken of zo, dus tot nu toe alles goed.
Ik ga hem uiteraard een nachtje laten staan. Uit zekerheid dat er toch geen lek, klein lekje is. Ik zal het wel snel zien. Er is nog een klein beetje werk aan. Er is nog een klein beetje werk aan. Zoals ik al zeg, de trekstrip die moet vervangen worden. Ga ik zeker doen. Hier en daar nog een kalkingsbeurtje. Wat de krassen betreft, er zijn zo goed als geen krassen in. Hier en daar een heel kleintje, maar niks op aan te merken, totaal niet. Dat is echt een nette bak. De kap ga ik sowieso volledig moeten herdoen. Ik heb net goed nagemeten op de andere bakken, dus ik kan geen stukken hergebruiken. Dus ik moet die volledig herdoen. Ik denk wel dat ik het een beetje anders zou doen dan dat het nu is. Dat er daar toch dingen waren die ik zei van, dat kan wel beter. Goed, de volgende video ga je uiteraard zien hoe ik verder ga werken aan dit aquarium. De stappen, dus de kap die ik ga maken, de trekstrip die ik erin ga kleven, hoe ik het doe. Ik zie jullie in de volgende video, dat zal volgende week zijn. Vergeet u alvast niet op de abonneerknop te klikken, had u dat nog niet gedaan. En ook niet op het belletjesicoon te klikken, zeker doen. Ik zie jullie de volgende keer. Ciao.